Boom! En welkom bij weer een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. En jongens, ja, vandaag gaat het echt gebeuren. Ik ga een Nintendo game spelen. En ik moet heel eventjes Samora van harte bedanken voor het lenen van haar Nintendo Switch. Want zoals jullie misschien wel weten, heb ik een Nintendo Switch Lite. En die games kan je niet capturen, want die kan je niet aansluiten op de tv. Dus ik heb heel even Paper Mario Origami King geïnstalleerd op haar Switch. En dan gaan we samen, want ik heb de game nog niet gespeeld, nog niet gecheckt. Gaan we samen heel even kijken of het tof is. En daar zijn we. In de title menu van Paper Mario de Origami King. Ik heb niet super veel Paper Mario games gespeeld. Ik heb Paper Mario gespeeld op de Nintendo 64. Ik heb daarna nog Paper Mario en The Thousand Year Old Door gespeeld op de Nintendo GameCube. De allerbeste console aller tijden. Don't at me. En dat waren zeer vermakelijke games. Ik vind sowieso de Super Mario RPG's vind ik echt heel erg tof om te checken. Ik heb vroeger ook Mario & Luigi Superstar Saga gespeeld. Top, top, top games. Sowieso is de stijl van Paper Mario erg tof ook om naar te kijken. Ik ben benieuwd. Ik heb wat dingetjes gezien van het battle systeem. Wat me een beetje afschrikt. Het is nu een rare circle grid of iets dergelijks. Wel heel tof dat ze in een Mario Kart rijden natuurlijk. Het is een soort van rare circle grid. En ik weet niet of ik dat wel zo heel erg cool vind. Dit ziet er overigens gewoon weer prachtig uit natuurlijk. Here we are, Toad Town, and there's Peach's Castle. En dat doen ze altijd wel slim natuurlijk. De Nintendo Switch is niet een van de meest krachtige consoles aller tijden. Dat is geen geheim. Dus moet je het heel erg hebben van de artstijl. En dat doet Nintendo altijd uitstekend. Ik vind nog steeds ook de Nintendo GameCube games. Die zijn al bijna 20 jaar oud. En als je gewoon de games kijkt op de platform die een wat meer realistisch graphics, meer realistische graphics wil op je scherm wil laten toveren. Dat ziet er gewoon niet zo heel erg goed meer uit vandaag de dag. Maar ga je bijvoorbeeld kijken naar Super Mario Sunshine of bijvoorbeeld een Metroid Prime. Oké, ze zijn niet AD, maar zou je ze opschalen naar AD en zelfs al doe je dat niet, ziet het er nog steeds prima uit. En dat blijft met dit soort games blijft dat natuurlijk ook zo. You are invited to an origami festival in fabulous Toad Town. Oké, er is dus nu alweer iets aan de hand. Zoals bij elke Mario game op het begin. Zal de prinses ontvoerd zijn? We about to find out. Ik ben heel erg benieuwd ook hoe de open world exploration zal zijn in deze game. Ik vind het toch wel heel erg belangrijk bij roleplaying games. Zo heb ik enorm genoten bijvoorbeeld van Final Fantasy VII Remake. Allee, ik vond het net iets te lineair naar mijn smaak. En dat is een steltje, daar kan je voor kiezen. Het werkt ook wel goed in het geval van Final Fantasy VII Remake. Alleen, het haalt een stukje van de verkenning af. En zeker in zo'n mooie wereld als Midgar, wil je dat toch wel wat meer kunnen gaan doen. Here we are, Peach's Castle. I'm gonna park the cart, okay? I don't wanna tip the valet. Okay, het zijn kniepets. Het is niet dat de Mario Brothers zo gierig waren, ondanks dat ze een ton aan golden coins hebben elke keer. That's not a good look. Sorry for the wait, bro. Let's go and see the princess. Ja, dit is tof. Gaat de game nou een 30 fps? Ik speel het trouwens met de Pro Controller.
toch wel een must-have wanneer je een Nintendo Switch in huis hebt. It's kind of spooky in here, isn't it? And where's everybody? I'd expect to see at least one toad by now. Mamma mia! I forgot our gift in the cart. I'll just dash over and get it. Oké, okay, nu raken we ook Luigi kwijt natuurlijk. Oh nee, toch niet. Oké, okay, I don't like that. How am I gonna get outside when the door is locked? Don't worry, Mario. I know just what to do in situations like this. You just gotta find Mario, right, Mario? What? Oh my god. Okay, I'm just gonna take a deep breath and find the key to this door. That's what you do, right? Tell Princess Peach I'll be right there if you see her first. Okay, bye bye. Okay, opsplitsen. Nooit een goed idee. Nooit een goed idee. Even kijken, kan die jumpen? Nee. Okay, we kunnen. Oh, we kunnen. Ja, we kunnen zeker wel jumpen. Het is alleen de A-button. Mario, is that you? Ooh, what happened to her? How good to see you! Answer me this. Shouldn't the Mushroom Kingdom unfold? And be refolded unto glory? Waarom geeft ze al het antwoord? Waarom staat er no bij B? And what of those toads? Shouldn't they be silenced? No! Eigenlijk wel. I see. Last question. Will you crease yourself and be reborn like me? No. Never. Wrong answer. Right answer. It matters not. Your replies are all paper thin. Pun intended. This is goed scary evil, man. Damn. Goodbye. Uh-oh, zelfs de Koopa Troopers. Always gotta make a flashy entrance, huh? Are you here for the Origami Festival too? This dungeon-themed waiting lunch is a huge upgrade from the last festival I attended. Very classy. You ain't seen Master Bowser anywhere, have you? They ain't like the big lug to leave us minions hanging at a public event. Zou Bowser ook het slachtoffer hier zijn? I'm a big fan, I've always wanted to battle you. Even if I get stomped, it would be an honor. Wow, this is also exciting. First I see the Princess Peach, and now you. I gotta say, the princess was a little different than I expected. Less lifelike. En je weet hoe deze let's plays nu in elkaar steken natuurlijk, hè. We spelen gewoon pakweg de eerste 30 minuten. Hopelijk komt er nog wat meer gameplay straks aan te pas. En dat doen we gewoon puur en alleen, zodat je een beetje kan zien waar de game over gaat. En zonder daarbij gespoild te worden. Want dit zijn natuurlijk ook wel een beetje story-driven games. En dat zou ontzettend zonde zijn als dat gespoild voor je wordt. I've never seen a toad before. Please tell me it's a toad. No, it's not. Not you. Aw, hope you don't have to wait for too long, Mario. I'll say hi to Toad for you. Kartonnen deuren zien er ook heel vet uit. Okay. Is it telepathisch? I'm in a very strange place. It's cramped and dark. Almost like I'm in between dimensions or something. I'm not sure if I should be amazed or scared, but I'm kind of both. Is it Luigi? If it's not too much trouble, I'd like to get out now, please. Is there any way you can help? We gaan ons best doen, jongen. Bam, hier hebben we de hamer. Altijd eerst even teruglopen, hè? Kunnen we hier dingen mee kapot slaan nu? Nee, dat niet. Daar kunnen we niet opkomen. Kunnen we duwen? Nee, dat kan ook niet. Er is hier iets. Ja, ik wou net zeggen.
What was that? Did something light up at your feet? Is it a magic circle? I think so. That's good, I think. I mean, I'm not really sure what you're supposed to do with it. Can you try to use it somehow? Thousandfold arms. That sounded good. Are your arms all big and folded now? I've heard about this. I think those are called thousandfold arms. Okay, what can we do? Try feeling around a bit. Maybe you can help me escape from this strange dimension. Feels like the arms are off center and out of control. Maybe try pressing R to reset them. What's there? The buffs. Oh! More to the left. Just a little lower. Oh, wacht. Oh, kijk eens aan. Het was niet Luigi. Wow, I'm free from the weird dimension. Nee man, iemand had je gewoon achter de behang geplakt. Oh, was that just stuck in that wall? Yep. You must be Mario. My name's Olivia. You probably like to know a lot more about me and why I was trapped like that, huh? No, not really. I just want to get out there. But I don't think we really have time for that now. Maybe we should just get out of here. Let's do that. Just one more thing. I'm not exactly fleet of foot. Mind if I hitch a ride? Sure. Kijk, dat is handig, hè? Whoa, you've already got a hammer in there. That's not a hammer, baby. Don't mind me. I'll find space. That thing looks big and smashy. Okay, come up, Nintendo. Come up, Nintendo. Maybe try pressing B and see what happens. Okay, dat deden we net, toch? Werkt het nu wel op iets dan? Nee, het werkt helemaal niet. Bij deze wel. You know, I feel like I just had a pretty good idea. Yeah, you did. I don't know if they always be good ideas, but I'm always happy to share them with you. Why don't you just try pressing cross? Waar zit het bovenaan if you're stuck? And I'll see what I can think of. Something new, useful. Who knows? Maybe we'll get to know each other and make a great team. Is that how these things go? Okay. Okay, I'm getting my bearings. I think we might be in the castle dungeon. You don't say. Dungeons smell like this place smells, right? Ruikt naar nat papier. Kan deze kapot? Nee, die kan niet kapot. Dat zal gewoon de deur zijn naar onze kamer. Waar we net uit zijn ontsnapt. Dus dat is niet heel interessant. Hey, knock it off! Oké, wie was dat? Oh, wat is A? Ja, dat deed ik. I can see what you're about to do to my minion. And I order you to cut it out. Oh, ze gaan hem ook vouwen. Het is best wel gruesome hoor. Kan je niet maken toch? What did you see? Nothing terrifying, I hope. That was the last of them. Oké, zij zijn dus under a spell, denk ik. Except for the mustached one. Mustachioed one. Okay, maybe you have time to explain one little thing. Those stiff-looking guys are called folded soldiers. I don't know. I don't want to alarm you, but they're unbelievably dangerous, and I think we should try to avoid them. What do you think they meant by "that was the last of them"? Anyway, the last what? Iedereen was toch pleiten. Ik denk dat jij net zo goed als ik weet wat ze daarmee bedoelden. Waar zullen we nu naartoe moeten? Gewoon deze kamer in? Gaan we Bowser helpen?
Mario, you're here too? Well, what are you waiting for? Get me down from this thing. Even you know this is no way to treat royalty. Really, bro? Royalty? Oh, nice to meet you. Is everyone in your kingdom also a face? I've got a body too. Those folded jerks just bend it in ways that won't describe in detail right now. It seemed worse, believe me. Oh, we know. Never mind that. I'm the great King Bowser and I demand to be set free and unfolded. Now, Mario, ignore your floating friend and get me down from here. Bowser commands you. Dat is niet hoe het werkt, man. I would do the same for you. You need me as much as I need you, admit it. Plus, I can tell you a secret after you free me. No one can resist a good secret. Dat zal waarschijnlijk het geheim zijn hoe we deze dungeon kunnen ontsnappen. No, it's like pulling a bandage off halfway. Yeah. Yes! We got him! No matter. Now, as for that secret I promised to tell you, there's a hidden exit in this room. I heard those jerks talking about it. Lousy, no good body folding jerks. Now hurry up and find it. I'll let you bring me along when you escape. Wacht even, dat is geen geheim. Als je me vertelt waar de exit is, dat is een geheim. Het voelt een beetje alsof we onze armen moeten gaan gebruiken. Maar ik weet niet hoe ik die nu activeer. Hoe activeren we die armen dan? Ah, nou, dit was hem. Je moet dus echt op dat ding staan. Ja, ik ben nu aan het voelen. Daar. Hachikidee. See? Where would you be without me? Ik had dit wel ontdekt. You're really getting the hang of those thousandfold arms. Oké, kom maar mee. Oh, this is a safe box. Okay. Safe complete, huh? Guess that means your adventure up to this point has been saved. Dankjewel voor die uitleg. Let's make a habit of saving every time we see another one of these shiny blocks, okay? Oh, and you'll find all sorts of helpful stuff if you open a menu with plus. If you want to try out some other options or need some help, check the settings menu. Okay, even kijken of we deze kapot kunnen slaan. Nee. Het is wel sfeervol. Dat doen ze goed. Slow down, nee. Keep up. Ik zou eigenlijk nog harder willen lopen. Het is niet heel smooth die trap op, maar oké, whatever. We zijn weer buiten. Dat is het belangrijkste. We gaan toch nog wel een echte battle zien, toch? Mag ik hopen? Deze eerste 30 minuten. Oh. Ze ziet er ook uit als een ijskoude koningin. Why are you still so flat? I've been working all summer. Why haven't you joined me in folded glory? Come, we can reshape you. Patience, princess. This will do just fine. So you're Mario, Princess Peach's hero, right? Yes, you'll do quite well. Very crisp, bright colors, I can see it now. So what do you say? Will you volunteer your paper body to the cause? Nope. Or will you have to get crumply? Join us, yes or no? No. No, thank you. Ah, expected nothing less. And to be honest, I wouldn't have it any other way. Gaan we battelen? Take a good long look at Princess Peach. She's better this way, don't you think? Nee. No need to answer. You'll soon feel the power of origami yourself. Folded soldier, come forth. Okay, we gaan battelen. Oh, dat zijn die gasten van net. I've never seen a folded soldier like that, Mario. Does it look like one of your flat paper friends? I never got to see Toad. Aww. Ziet er ook uit als een zombie op deze manier, man. Oké, daar gaan we. Kijk, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, man. Die circle grid, dat battle systeem.
Oh no, I'm guessing this is your first time facing folded soldiers, Mario. Once these flat paper folks have been turned into folded soldiers, we can't turn them back. It seems cruel to fight them, but if we don't, they'll try to fold you into origami too. Kijk, het ding is met deze grid, is dat je zoveel mogelijk vijanden achter elkaar wil zetten. Want je kan die grid draaien. En wanneer ze achter elkaar staan, dan kan je ze allemaal tegelijkertijd raken. Tenminste, dat heb ik begrepen. I'd help you attack, but my tiny arms won't pack much of a punch. I don't want to get into your way. So I'll cheer you on, but you'll have to do the heavy lifting yourself. Okay, let's go. See, line them up. Okay, dus we moeten draaien. I guess we'll worry about that when we get to it. Let's just focus on these enemies for now, Mario. Speaking of, you're surrounded by four folded soldiers, huh? Where did the other three come from? If they all attack you at once, you get a real pummeling. This looks rough. Hey, I just had a great idea. If you line all four of them up, you could jump your way down to the row in one attack. Bop, boop, beep, bam. Lucky for us, these rings will let us move the enemies around and group them together. Ik kan wel zien dat het een bepaalde dynamiek aan de combat geeft. En ook een bepaalde strategie die je daarbij kan gaan gebruiken. Ik vind het alleen niet zo tof eruit zien. So use the left analog stick to select which ring you want to move. And then press A to confirm your choice. Okay. There's just one naughty Goomba out of place right now. Let's try and get it over to that empty circle. Okay, dat is deze. Okay, gaan we doen. Boom. Attack power up. 1.5 keer damage. When you group your enemies into a successful lineup like this, your attack power increases by 1.5. That means your attack power will be precisely... Uh-oh, gosh, I forgot how to multiply by a point. Oh, whatever. You get what I mean. Your attacks will do more damage. So keep lining up those enemies. Okay, gaan we doen. Okay, now we can flatten these Goombas with a jump attack. Yeah, want the hammer... Volgens mij doet die splash damage. In vier vakjes. 2x2 naast elkaar. Met de boots kan je volgens mij springen over ze heen. Kijk, dat bedoel ik. Easy peasy. Those world famous Mario jumps don't disappoint. You took out all four Goombas with a single jump attack. See what I mean? Lining up your enemies is totally worth the effort. Last wave. Oh. Oké, okay. Kijk, en dit is die 2x2 splash damage waar ik het over had. See last wave pop up? That means you're on the last group. Hang on there, Mario. These guys are lined up a little differently, so show me your hammer attack next. Okay. Nu kiezen we de binnenste cirkel. Ja. We know, kom op. Oh. Kijk, daar komt ie. Oh man. Ze leggen wel iets te veel uit wat mij betreft. Maar ja, het moet natuurlijk ook voor alle leeftijden zijn. Daar gaan ze! Did you see that? Blop! Ah, what a satisfying attack. Fast, flashy and flattening. But only if you arrange your enemies into a successful lineup. Jump attacks and hammer attacks both have their own ideal lineups. Always think carefully about how your enemies are lined up before you attack, okay? Okay. Kijk, dat bedoel ik. Waarom is Mario zo stingy wanneer hij zoveel gouden coins heeft? So you defeated the first Goomba, bravo. I assure you this is far from the deadliest creature in this realm. I suppose there's no point in maintaining this charade any longer. Oké, we krijgen nu de echte vijand te zien. Onze enemy. Het is Origami Trump. Oh, het is haar broer. Dun, dun, dun. No, it can't be. I didn't want to believe it could be you.
How many times did I tell you to stop? Please, you have to stop now. Why couldn't Mario have simply left you in that wall where I put you? Sister, if you stand in the way of my ambition, I'm afraid you will not share in my glory as a family. Oh, and by the way, I'm no longer your brother, Ollie. I am King Ollie! By the time I am done, all of those miserable toads will be folded. The flimsy paper minions of Bowser shall be reborn as loyal folded soldiers serving me. And I shall fold, crease, and bend the entire paper world to my whim. The birth of a new origami kingdom. Ah, dit ziet er wel grof uit. Mooie cutscene. Gaan we met Bowser ontsnappen? Oh! Wauw, die ken ik nog uit de Super Nintendo tijdperk. Dat was toch de eindbattle? Wanneer Bowser in dat ding zit. Dat is mijn jeugd. Ik kreeg Super Mario World toen ik 8 was. Ik kreeg die Super Nintendo toen ik 8 was. Dat was mijn verjaardagscadeau. Een Super Nintendo met Super Mario World. Ik wilde eigenlijk liever een Sega omdat ik een Sonic fan was. Maar gelukkig heeft mijn pa de juiste keuze gemaakt achteraf gezien. Nooit luisteren naar je kid. Alleen hij heeft wel ooit de fout gemaakt. Ik wilde heel graag een Game Boy. En toen kreeg ik een Sega Game Gear. Wat een hele vette handheld is. Behalve dat er weinig hele vette games voor zijn. En dat er 6 batterijen in moeten. En dat hij dan 20 minuten meegaat of iets dergelijks. Echt tergend. Hoorde je die knak? Wauw. En nu gaat ons avontuur beginnen. Oké, hoe komen we hieruit? Wat moet ik doen? Heel snel met de thumbstick rammen. Confetti. Kijk, nu is de game begonnen. We hebben de tutorial achter ons gelaten. En nu kunnen we de wereld gaan exploren. En dat is precies wat ik wilde. Misschien komen we nog een kleine mini-boss tegen wat dat betreft. Hier doen we deze. You need Olivia to use the 1000 fold arms techniek. Oké, dan moeten we haar gaan zoeken. Jezus, koos. Iets beter opletten. Watch out! Unless you can flow like me. I'll be careful over there, Mario. You see that huge hole in the ground? I don't think you'd like falling into it. Maybe there's a way to fix it, but how? Oh, I got it. Catch this. Empty confetti bag. Okay, dan moeten we alle confetti oprapen. You see the colorful scraps of paper that showered out of the tree when you fell? That's confetti. Everything here is made of paper, of course. So every little bit of confetti is a little tiny piece of this world. That's why I think if you gather enough confetti and sprinkle it on that hole, I might just fix the problem. See a little icon that's urgently flashing that tells you how much confetti you have. Okay. Can you try hitting flowers, grass, and trees with your hammer to knock confetti loose? Yep. Once you're done, I might need rescuing again. Sorry. Okay. All the confetti oprapen. Er flink wat confetti in natuurlijk ook. Ben helemaal hem gegaan met de hammer. De banhammer. Daar ben ik erg goed in, zoals sommige mensen wel weten. Mario, I have a feeling you've collected enough confetti by now. Maybe try heading over the hole very carefully. Oké, gaan we doen. En nu? Alright, what you want to do is get kind of close to that scary pit. And when you're ready, press ZR to toss some confetti on it. Yep, ZR, ha, boosh, ha, pow. Okay. You don't have to do sound effects, but I think they're kind of fun. They are kind of fun. Hachkidai. Oké, okay, dat was niet. Dat was niet genoeg confetti. Ze waarschuwt ons ook gewoon niet even. Tot we gewoon geen enkel. Ja, oké, okay, cool. Wat duidelijk.
Ik ben het helemaal met je eens. Oké, waar zit ze? Ah, daar. No. I hope you don't always remember me for this moment alone, Mario. Maybe you can help me get my head unstuck somehow. Dat was niet de bedoeling trouwens. Phew, that's much better. Thank you. Alright, where are we? There's no one around to ask for directions. This could be a problem. Seems like all we can do is explore this area a little bit. I don't know how much help I'll be, but I'm always here to chat. If you need me, press X. Okay. Maar het ding met deze game, hij kwam een beetje als verrassing. Want volgens mij is die echt vorige maand, heel misschien 2 maanden geleden aangekondigd. En al zo snel uitgekomen. Dat is echt top. Maar volgens mij blijven deze bomen gewoon oneindig confetti droppen. Dus laten we dat niet doen. Dat was een aangename verrassing, want weet je, ik vind het niet een super sterk jaar voor de Nintendo Switch. Ik hoop dat ze nog richting het einde met wat vuurwerk gaan komen. Ik hoop natuurlijk Metroid. Ik verwacht het niet. Een nieuwe Breath of the Wild. Breath of the Wild 2. Ja, dat zou mogelijk kunnen zijn. Mogelijk moeten zijn. Ik denk dat ze dat ook wel nodig hebben, wat dat betreft. Maar we gaan het zien. Oh, that means my brother is already folding this whole world to his whims. That's bad news. Oké. Oké, we moeten nu. Ik hou niet van move controls. Van motion controls, dat is echt verschrikkelijk. Dat is ook onnodig. Het is helemaal niet nodig. Dat had prima met de thumbstick gekund. En een knop. Useful item that can restore Mario's health anytime. You should be able to see all the items you collected by opening the menu with the directional pad. Press Y and select an item to use it right away. How convenient is that? Oké, ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. Wowie! I could soak this view up all day long. I mean, just look at the top of the mountain. It's so... Wait, what's that? The castle. It's the outer crust of Peach's castle, isn't it? I saw my brother's streamers wrapping around it, lifting it into the air, and then it was gone. Wait, there it is! See? Way up on top of that distant mountain. It's still wrapped up tightly with all of those streamers. My brother could still be in there with Princess Peach. Oh, he's probably just plotting away. I'm going to stop your brother. As your sister, it's my duty. Okay, enough talk. Laten we gewoon spelen. I saw a green hat falling into the hole where the castle used to be. I'm so sorry. The green hat, that was related to your hat, wasn't it? Oh, I just knew I was right about that. This is a big problem. It might be good to hurry back to where it fell and see what's going on. All right. And we should look for your brother while we're at it. Hope he's okay too. Er wordt iets te veel gepraat om te beginnen, maar oké. Het is wat het is. Zou het helpen? Hebben we dan een secret? Nee, we krijgen gewoon coins. Nou, dat is fair enough. Kom, ik wil nog wat battelen. Kijk, daar valt iets uit de boom. Wat zijn die stemmen? Is de mustache also paper? Oké, hij heeft 2 spritzings nodig. Ga ik dit overal doen? Ja, waarom niet? Ik heb in ieder geval wat bewegingsvrijheid. Nou, ik neem aan dat we niet hier overheen kunnen lopen. Dus we moeten heel even tactisch zijn. Met welke kant op gaan? Ik zie daar een gouden bal. Oh, we kunnen niet double jumpen. Dat is duidelijk. Oh, wacht even.
Oké, ik had daar meer van verwacht. Een blaadje. In Zelda is dat in ieder geval altijd dat je kan zweven, maar wat betekent het hier? En nu? Oh, dit is memory. Oké, gotcha. Die 100 was hier, dacht ik. Kijk. Dat hartje was hier. Een mushroom was daar. Oh, we got this, baby. Water it to return it to its original form. Oké, gaan we dat zeker doen. Oh. We zijn hier zo goed in. Nailed it. We kunnen nu hoog springen. Nee, dat kan niet. Heel cool dat ik deze ster krijg, maar... Het voelt niet alsof ik er nu iets extra's mee kan doen. Oké, dit was echt... Echt heel erg nutteloos. Oké, ik zie daar een boom. Stam. Verwelkte roos. Oh, omdat je het water geeft natuurlijk. Ja, dat daar hadden ze net ook over. Dus water kan ze helpen met dat soort dingen. Ja, dit zal wel de boom zijn. Of toch niet? Oké, deze moeten we dus water geven. I'm sure it would. Hoe komen we bij deze dan? Misschien moeten we weer helemaal terug. Ben ik de verkeerde kant op gelopen? Dat kan. Dat kan natuurlijk. Ik denk dat die spikes, die kunnen straks wel weggaan met iets. Oké, dan gaan we gewoon weer bovenlangs. Wel benieuwd waar die stemmen vandaan komen. En dat is het ding. We zitten nu op de 30 minuten mark. Wacht even, zou je erop kunnen slaan? Nee, ik wou net zeggen, dat heeft geen zin. We zitten nu op de 30 minuten mark. Maar ik wilde het nog wel met een soort van climax afsluiten natuurlijk. Dus waar ligt dit aan? What am I doing wrong? Gewoon niet een bepaalde jump die ik niet kan doen. Nee. Ik kan wel heel veel confetti de lucht in gooien, maar... Nee, het helpt ook niet bij die boomstam. Kijk, die boomstam die hebben we nodig, dat is duidelijk. Je zou zeggen dat dat deze is. Oké, we snappen nu dat water... al die uitgedroogde papiertjes helpt. Moeten we dit oneindig blijven doen, of? Ik weet nou niet of dit een gimmick is. Ik ga nog één keer proberen. Oh. Nee, dat vind ik niet heel cool game design, om heel eerlijk te zijn. Hoe moet je nou weten dat je die 3 keer moet doen? Die vond ik niet heel sterk. Gewoon bij de eerste keer had het goed moeten zijn. Maar oké. Het is ook een beetje zeuren om het zeuren wat dat betreft. Oh, verkeerde knop. Verkeerde knop. Oké, hoe gaan we die gouden bal krijgen?
Nee, we hebben niet genoeg confetti. Maar dan rammen we toch gewoon tegen die boom aan. Ja, de confetti is op zich wel een leuke gameplay mechanic. Ik hoop dat de puzzels daarmee straks nog een stukje lastiger gaan worden. Dat wel, maar... Ik heb echt heel veel monies nu. Echt heel erg veel monies. Oké, hier zijn we. Kunnen we hier iets? Ik heb het idee dat dit iets is voor later. Oké, want hier gebeurt ook niks. Nou, oké, dan gaan we gewoon door. Wat? Wat? Oké, wacht even. Spray some confetti on it. Nee, ook niet. Oké, wat als we tegen deze bomen gaan aanrammen? Ik hoop niet dat we in cirkels blijven gaan, maar... Hé, ik hoorde daar iets vallen. Geen idee wat het wat nu was. Moeten we hier niet gewoon oprammen? Nee? Komen we er weer terug? Ja, hé? Wat is dit? Het voelt alsof ik hier iets moet doen, maar... This is not it! Oh my god. Does it feel like we're not really getting anywhere? Sometimes when the folding gets tough, I like to take a break and clear my head. You know, just sit down somewhere, nice and flat, with perfect lighting, like on a tree stump. Dat deden we, daar stonden we net. Zie, ik hou niet van dit soort game design. Als ik het meteen de eerste keer goed deed, dan was het toch goed. You can't sit on old Grand Sappy's head, mister. That's right. He's the elder of this forest. Show him some respect. He's got twigs older than you. So what if he's been lodged by those nasty little toads? He's still the man, honey. Yes, yes. Thank you, darlings. Bless your bark. You, young man, go back and tell your flat paper friends what a state I'm in. I've hardly the hardwoods to speak, let alone learn you some manners. Oh, de bomen waren allemaal aan het praten. Vet. Oh, Grand Sappy here hasn't been the same since they cut him down. That's why he's still mad at y'all. Flat paper folks cutting down good trees in their prime? Shame on you. Oh, and by the way, you need Grand Sappy's permission if you ever plan on leaving, hun. So now that you're here, better get comfy, because you're gonna be here forever. Forever? I think that means a really, really long time, and I can't deal with that. Mr. Grand Sappy, went out with those flat paper people who did this to you. And actually, I'm not even flat paper, I'm origami. Origami, you say my eyes aren't what they used to be. Well, if what you say is true, then perhaps you may be of some assistance to me. If you can find a way to restore my energy, I may just let you two leave this place. Dat is wel een cruel straf. Jezus, man. That's so wonderfully generous of you, truly. I only wish we knew how to restore your energy. Anyway, we're in a hurry ourselves, so we'll do our best to help. I guess if you're gonna help Grand Sappy, we'll let you wander around a little bit. Okay, we're gonna be better, denk ik. Maar we gaan hem helpen. There you go, child. Now you can be on your merry way along the mountain. Just don't go wandering off too far. You still gotta find something called the soul seed. They say that's the only thing that can help old Grand Sappy get his energy back. Good luck. Thank you. Zie, dat gesprek had meteen ook plaats kunnen vinden, toch? Saving.
Ik had al wel wat meer battles verwacht. Ondertussen. Look at him jump. And they say white man can't jump. Ah, daar gaan we. Wave battle. Wow, it's been a while since that first battle, hasn't it? Ik weet nog steeds hoe het moet. Ja, kom op. Ik weet het nog steeds. Chup, chup, chup. Line them up. Line them up, knock them down. Alright, this seems familiar. You're gonna line these folded soldiers up, remember? Yep. I know, come on! These Goombas look like they can be arranged into a single line. Remember how to move the rings? Yeah! God, man. Oh, Olivia! Leave me alone! Yep, when they're in a straight line, you can usually... I know, we did this already! And since you nailed the lineup... Yeah! Oh my god! Oké, okay, nu ben ik gewoon door aan het drukken. Oké, okay, dit gameplay principe is dus ook behouden gebleven. If you can land multiple action commands during battles, you'll take your enemies out in no time. Oké, okay, last wave. Oké, okay, dit is weer de splash damage. Ja, I know. Kijk, het ding is, ze mag me verbeteren als ik het fout doe. Niet het voor een tweede keer gewoon uitleggen voordat ik überhaupt de kans heb gekregen. Ja, oh my god. Yes, now that that place is close together, these enemies don't stand a chance. And I have even more good news. You can use the action commands with the hammer too. You'll see your burst behind you as you wind up your swing. Press A when that burst flashes brightest. Ready to give it a try? Yep. Kijk, dat is hem. That was a thing of beauty. You smashed all four Goombas with a single swing. And there's one other super important kind of action command. When enemies are attacking you, press A just before you get hit to guard and take less damage. Go get him, Mario. Keep lining up enemies and using action commands. Top. Ik hoop dat de tutorial nu wel echt voorbij is. Let people explore things. What a great deal. We get rid of an enemy and they get confetti to the boot. And when they explode, it's like a party. Hey, dat zijn ook gewoon levens, hè? Still though, how are these already folded soldiers in this deep into the forest? Don't you think they're just gonna go around causing trouble everywhere? I have such a bad feeling about this. Okay, cool. And we move on! De muziek ben ik nog niet helemaal om over naar huis te schrijven, maar... Heb ik hem nu als eerste geslagen doordat ik mijn hammer gebruikte? Dat was vroeger namelijk wel altijd een ding. Line hem op. Oké, dit is zo obvious, dit soort dingen. En ook kids. Snappen dat meteen. Toppie. Hey, maar je hebt dus niet meer first mover advantage. Vroeger kon je, als je gewoon in de open wereld liep en je raakte ze als eerste, had je al gelijk damage bij ze gedaan. En als ze in je rug gaan vallen, waren zij eerst. Oké. Okay. We'll never hit all of these enemies with a single attack. Is this the end? Ah, come on, man. Oh, look. Mario, the action section.
Does that mean we get two attacks? Let's find out. Try selecting our first attack now. Okay. Doen we deze. Yes, I knew it. You've still got one action remaining. Pick your second attack. Okay, komt ie. The Banhammer. Ah, die was niet zo heel goed gedaan. Hij gaat best wel snel. Ik weet niet hoe belangrijk de coins gaan worden, dus laten we gewoon zoveel mogelijk pakken elke keer. Ik denk dat ik deze game ook nog wel ga streamen, namelijk op Twitch. Dus mocht je hier meer van willen zien, zorg dan absoluut ook dat je me volgt op Twitch. Dan gaan we daar gewoon lekker verder. Het lijkt op zo'n Super Smash Trophy. Collectible treasure, oh it's cute. You should try to collect more of these, Mario. Maybe even all of them. Okay. Okay, talk. You wouldn't believe the restorative power the spring has. Wrinkles gone. Dry spots wet. It's amazing. Moet ik gewoon hier inspringen, denk je? Hey, this is the spring we saw before. I feel calmer. Somehow just standing near it. Okay. We hebben wat items. Ja, zeker weten. We hebben nog. Use this to throw fireballs at enemies in a straight line. Oké, dat gaan we zeker doen. En dan nog even de mushroom. Oké, we got it. Altijd saven. Altijd saven. Always be saving. A, B, S. Always be saving. Nee, ik heb niks voor je. Het voelt niet alsof we deze kant op moeten, maar misschien is er iets veranderd in de tussentijd. Ik verwacht het niet. We hebben deze natuurlijk nog steeds. Hey, wat is dat? Ah, we got it. Oké, wacht even, ik moet weer dit doen. Oh, is dat de seed of Huppadabub? Shriveled. Ah, en nu kunnen we hem helpen. Nu kunnen we hem helpen. Oké, let's go. Ik wou dat je kon sprinten in deze game. You can do it. You can do it. Wat zei ik? Always be saving. Ik weet nooit wat er hier gaat gebeuren. Dan hoeven we de pleuren zijn niet meer te lopen. Ja, we hebben zeker een item nu. We hebben de Shriveled Seed. Gooi hem erin, snel. Is dit de Soul Seed? Ja, zeker weten. Give it to old Grand Sappy. Gaan we doen. Uh-oh, boss battle? Oké, okay, laten we gaan, laten we gaan. He seemed pretty feeble when we talked to him, but that was no feeble irk. Do you think he's okay? We gaan zien, we gaan zien. He's hurt. ABS, ABS, always be saving.
Zeker wanneer het zo makkelijke save als dat is. Oké, okay, ik denk dat we hier een boss battle gaan... Oh. Het was ook te makkelijk. Te mooi om waar te zijn. Wat gebeurt er daarachter nu? Oh dear. Oh dear, oh dear. Can't look. Poor thing, he's a shell of himself. Hollowed out like he's like some woodshop project gone wrong. I can't believe those horrible things ganged up on old Graham Sappy and did this to him. They deserve to be chipped. Graham Sappy, can you hear us? This doesn't look good. He was already creaky, now he's downright hollowed out. Confetti! Yeah. Okay, let's go. Zal die daarmee gefixt kunnen zijn? I guess so. Felt like some rapscallion was whittling me down again. Did I just dream it? I suppose just some memory going downhill. Grand Seppi's back, y'all. Let's see. Mustache, check. Creepy eyebrows, check. It's Grand Seppi again. Alright. Alright, thank you. He's a shell of himself, but he's better than being a shell of a shell. We got our precious elder back. Okay, and we have the seat. And we have the seat. Yeah. Alsjeblieft. Is it working? How do you feel? Uh-oh, I got boos. Is it in Soul Tree? Die ouwe lijkt net alsof hij zijn tong uitsteekt. Waarom hebben ze geen echte vocals gebruikt? Poef, en hij schiet omhoog. Oh. Oh nee, toch. Daar is hij weer. Looking good, Grand Sappy. And that's what I'm talking about. That little seat was all it took. Tighten up my timbers and put the funk back in my trunk. I'm young again. I see no need to keep y'all waiting any longer unless you want to run through that song and dance again. Nope. Shrubs, open up for my main mustache and his little lady here. Great, now we can keep making our way back to Peach's castle. Let's get a move on, Mario. I'm still pretty worried about your green family. Bye for now, Grand Sappy. I'm glad we could be of service. En dat was hem. Ik denk dat dit hem was. Want hierna gaan we geen boss battle meer zien. We gaan een nieuwe act in. Dit was denk ik hoofdstuk 1 van Paper Mario en de Origami King. En ondanks dat het wel heel erg tutorial heavy was deze, ja, dit eerste uur. We zijn bijna 2 keer zo lang doorgegaan. Normaal zouden we de eerste 30 minuten doen. We doen nu gewoon het eerste uur. Er wordt niet veel voor je gespoild. Je hebt goed zicht op wat deze game gaat brengen. En ik denk dat dit een heel tof aanbod is voor jong en oud. Dus laat ook vooral in de comments weten wat je van Paper Mario en de Origami King vindt. En dan checken we elkaar weer live op Twitch, waar we altijd live in de cloud zijn. Of anders hier gewoon op YouTube. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Later gasten. Ciao.